Tuurlijk. Tuurlijk worstel ik daarmee. Al heel lang. Al heel lang. Maar goed, sinds die documentaire op YouTube is verschenen, gaat er echt geen dag meer voorbij zonder dat ik over straat loop en er niemand is. Hé. Hey. Vol bewondering. Even nakijken. Maar ja, dat is ook logisch. Want het is nu weer dan 1000 keer bekeken. En ja, dan ga je dat krijgen, weet je wel. Maar het is niet altijd even makkelijk als het alleen daarop gaat, weet je wel. Er zijn nog zoveel weer diepere lagen aan mij te ontkennen. Er is nog zoveel weer flagrantie wat ik de wereld kan meegeven. Weet je wel. Maar goed. Het is nou eenmaal zo, ik heb er zelf voor gekozen. En, tuurlijk, het heeft ook zijn voordelen, weet je wel. Als je bij de slager staat bijvoorbeeld en het is druk dat iedereen zoiets heeft van ga alsjeblieft voor, weet je wel. Maar, over het algemeen is het best eenzaam. En weet je, seksueel of niet, ik denk dat er daarbij ook nog niemand zin heeft om elke ochtend voor de 2 uur lang voor de spiegel te staan. Om al die vlakwand een beetje in mijn naam te krijgen.